Ben ik irritant? Nou, <laughs> dat is een vraag die ik zou kunnen stellen, en het antwoord zou ja kunnen zijn. Als ik een deelnemer ben aan het dierenradenspel. En in deze video wil ik je vertellen waarom het zo'n tof spelletje is. En je kent het vast wel dat je dat vroeger misschien met je eigen kinderen deed, of nu nog wel, uh, of zelf als kind mee hebt gedaan. En nu als volwassene speel je het dierenradenspel. Dus ik als spelleider. Heb een aantal uh, dierennamen op een uh, plakbriefje uh, op de voorhoofden van uh, de deelnemers geplakt. En zij moeten met ja-nee-vragen ontdekken wat voor dier ze zijn. Dus heb ik poten? Uh, woon ik, leef ik in Afrika? Uh, kan ik vliegen? Ben ik irritant? En dat zijn alleen maar ja-nee-vragen. En de ander. Deelnemer die zegt dus ja of nee en zo ontdek je ben ik een mug? Dat is ja, je bent een mug, Jee En dan loopt de deelnemer naar mij toe of mijn assistent, co-trainer, en schrijft een nieuwe naam van een dier op en zo kan die persoon opnieuw beginnen. Dat betekent, sommigen die zullen dan als zo de meter willen ontdekken wat ze nu en zoveel mogelijk dierennamen willen verzamelen. En andere mensen zullen er misschien heel erg anders in staan. Nou, waarom speelt dit spel? Je kan natuurlijk zeggen: van nou, dit is een energizer. Maar het kan ook zijn dat je dit echt gebruikt als: hé, uh, hey, hoe heb je dit spel gespeeld? Wat voor inzichten heb je er door gekregen? Ik zou zeggen: heel veel plezier met het Dieren